Sidesse, kwam vanuit de KNVB jouw richting uit een hele mooie uitnodiging. Ja, dat is zeker zo. Ik ben nu ook werkzaam bij de KNVB als kitmanager bij het mannenvoetbal A-team. Die vorige week is begonnen met de interlandperiode voor de WK 2024. Nou, daar mocht ik bij zijn om dat mee te maken. Supermooie ervaring. En ook dank naar Skills toe. Hè, dat ik heb dat meteen vanaf dag 1 verteld. Wat mijn ambities zijn, waar ik ook naartoe wil. Ja, dan komt dit op je pad. Ik denk dat dat het hoogst haalbaar is voor een speler, maar ook voor een staflid. Om dat mee te kunnen maken. En ja, daar ben ik wel blij omdat Skills mij daar de ruimte voor geeft. Om toch vorige twee wedstrijden te missen en de aankomende twee wedstrijden ook. Hoe kwam de KNVB bij jou terecht? Ik heb via een bekende van mij kreeg ik de vacature door per WhatsApp. Ook nog met de oud-speler van Excelsior. Die stuurde me een app van hey Sitesh, volgens mij is dit echt iets voor jou. Nou, toen heb ik dus gesolliciteerd. Van de 20 mensen zijn er 4 op gesprek geweest. En daar ben ik uit gekozen. Ja, wat dus wordt er manier. Precies van jou verwacht bij zo'n team? Nou ja, bij zo'n team zorg ik voor de kleding. Hè? Nu met de nieuwe bondscoach Miguel Moreno uit Spanje. Die meteen het niveau wil opkrikken. Trainen ze 2 keer per dag. Dus ik zorg voor de kleding. Dat ze met name. Ik heb dan ook naast mijn hotelkamer ook een kitroom. Dus een kledingkamer en daar sorteer ik gewoon alles. Ik ben verantwoordelijk dat iedereen op tijd netjes de schone kleding krijgt. En ook qua transport. Want de eerste paar dagen verblijven we op het campus in Zeist. En dan naar de locatie voor 2 tot 3 dagen. En dan moet ik zorgen dat alles wel gewoon netjes weer meegaat. En alles weer netjes naar de wasseretten gaat. Je hebt lekker warm kunnen draaien in de wedstrijd tegen Kosovo. Ja, dat zeker. Dat zeker. Ja, en 1 oktober dan is de tweede window, dan zijn we 6 dagen in Zeist en dan gaan we naar Letland in verband met het feit dat we Oekraïne niet in kunnen. Dus dan dat is het gewoon weer een mooi moment om daar weer ervaring op te doen, maar dan in het buitenland. En vervolgens weer mee te nemen naar Skills, want dat is wel iets wat ik zeker in mijn achterhoofd heb. De ervaring die ik daar heb, kan ik hier aan bijdragen. Ja, je bent kitmanager dan bij Oranje, teammanager bij Skills. Ja. Beetje goed te combineren? Ja, dat zeker. Zoals ik al aangeef, ik ben dankbaar naar Skills dat ik die weekenden er dan niet ben. Het is in september, oktober en dan weer in maart en april. Dus het is niet elke maand. Mede door Skills is het mogelijk dat ik daar kan zijn en dat geeft wel een goed gevoel. Dus te hopen dat het Oranje voedselteam ook presteert en EK's en WK's gaat halen, want dat zijn mooie trips. Ja, dat is zeker zo. Dat is ook de doelstelling van ons en daarom ook dat ze die Spaanse coach hebben aangetrokken, omdat ze toch wel het niveau willen opkrikken. Nou, ik kan u zeggen, in de eerste trainingskamp heb ik al gezien dat 2 keer per dag trainen, per training 2 uurtjes. Dus het is wel meteen het niveautje. Maar ja, we moeten wel, wil je meedoen aan de top. Zeker. Afsluitend, dan ga ik even terug naar Skills. Wat verwacht jij van Skills dit seizoen? Wat ik van dit seizoen van Skills verwacht als teammanager is dat we sowieso meedraaien in die tweede klasse. Nou, ik heb vandaag al gezien dat we als team kunnen terugkomen van een achterstand. Hè? Dat we een team kunnen zijn op het moment dat het even dan wel wat minder gaat. Ja, ik heb net de trainer ook gehoord, we doen geen uitspraken over de doelstellingen. Maar ik verwacht toch wel dat wij hoge ogen kunnen gooien. En dat is vanuit de teammanager.